We gaan het niet hebben over geld voor schermgezichten, maar wel over het geld van Vlaanderen. En wel met Vlaams minister van Begroting, Matthias Diependalen van N-VA. Goedemiddag, meneer Diependalen. Ja, we hadden hier daarnet Conor Rousseau te gast, die heel erg gaat proberen om in de federale regering nog een pensioenhervorming voor elkaar te krijgen. Want anders, zo zegt hij ook, dreigt ons land honderden miljoenen Europees relancegeld mis te lopen. Is dat iets waar Vlaanderen ook wakker van ligt? Kan dat ook de Vlaamse overheid heel veel miljoenen kosten? Ik lig sowieso wakker voor onze Vlaamse welvaart en die is daar ook mee verbonden natuurlijk. Maar het is niet zo dat Vlaanderen zelf daar per se geld zou door verliezen. Dus we hebben een samenwerkingsakkoord gemaakt met de federale staten en de andere deelstaat in dit land. Dat wie verantwoordelijk is voor het niet halen van bepaalde mijlpalen en als Europa daarom beslist om bepaalde fondsen niet uit te keren, dat dat natuurlijk op het konto komt van de verantwoordelijke overheid die ervoor gezorgd heeft dat we die centen niet krijgen. Dus met andere woorden, de federale overheid zou dan dat geld moeten storten aan de Vlaamse overheid in plaats van dat het van Europa zou komen. Om hoeveel relancegeld gaat dat voor Vlaanderen dan? Goh, voor Vlaanderen krijgen wij iets minder dan 2 miljard, als ik me niet vergis. 1,8 miljard ongeveer. Het gaat nu over de eerste schijf nog maar. Een klein miljard voor heel België, waarvan ja, hoeveel procent voor Vlaanderen? Dat hangt er een beetje vanaf. Dat weet ik niet precies, want dat hangt er vanaf over welke zaken het precies gaat. Er moet een betaalaanvraag worden ingediend. Op basis daarvan gaat Europa beoordelen of die mijlpalen behaald zijn. En dan gaan zij zien wat ze al dan niet al uitkeren. Ja, maar in ieder geval, u maakt zich daar geen zorgen over. Voor de Vlaamse begroting zal dat geen gevolgen hebben? Niet voor de Vlaamse begroting. De afspraken daar in het samenwerkingsakkoord zijn zeer duidelijk. Maar ik maak mij natuurlijk wel zorgen over die Vlaamse welvaart. Ik denk dat men federaal dringend enkele hervormingen moet gaan doorvoeren. De pensioenhervorming is daar één van. Maar er zijn er nog heel wat andere die moeten doorgevoerd worden om die Vlaamse welvaart te gaan beschermen. Ja. Goed, federaal heeft tot nu toe niet gedaan wat Europa vraagt wat die pensioenhervorming betreft. Maar Vlaanderen doet bepaalde andere dingen niet die Europa vraagt. Namelijk het klimaatplan heb ik het dan over. België moet de CO2-uitstoot tegen 2030 verminderen met 47%. Vlaanderen heeft beslist, wij gaan maar voor een vermindering van 40%. Met als gevolg ja, dat België de doelstelling niet zal halen. Want als we alle plannen samenleggen, dan komen we maximaal op 43% minder CO2 in 2030. En dat is ook iets wat ons land geld gaat kosten. Hè? Minstens een miljard, zo wordt gezegd. Vlaanderen is daar dan toch verantwoordelijk voor. Gaat Vlaanderen dat miljard dan betalen? Het grote verschil is vooral dat wij wel een doorgerekend plan hebben. We hebben inderdaad het 40% als doelstelling genomen. Maar wij hebben daar ook maatregelen aan gekoppeld die doorgerekend zijn om die 40% te behalen. En dat is het grote verschil met andere landen of deelstaten die wel hoge doelstellingen zetten, maar daar niet de maatregelen tegenover zetten. Ten tweede ben ik ervan overtuigd dat we wat klimaatbeleid betreft, iedereen is ervan overtuigd dat we maatregelen moeten nemen. En wij hebben dat ook gedaan in dat Vlaams Energie- en Klimaatplan. Maar we moeten natuurlijk zorgen dat we die bevolking nog meekrijgen. Dat we daardoor ook geen sociale problemen gaan creëren. Gaan zorgen dat mensen achterblijven in die transitie die we moeten doormaken. En dat is natuurlijk een beetje trekken aan de kar met een elastiekje. Je mag maar zo hard trekken tot het net niet knapt. En dat is de oefening die wij doen. Maar ik denk dat we vanuit Vlaanderen, ook gezien de bijzondere omstandigheden hier, we hebben een zeer dichtbevolkte regio, een heel energie-intensieve regio, een heel kennisgedreven regio waar je heel wat innovatie en economie hebt die we moeten overeind houden. En dat zorgt er natuurlijk voor dat we een evenwicht moeten zoeken om al die zaken in balans te houden. Ja, Europa gaat voor min 55%. België heeft wegens bevolkingsdichtheid al ja, een minder hoge doelstelling opgelegd gekregen, min 47%. Maar als we die niet halen, gaan we moeten betalen. Gaat Vlaanderen die uitstootrechten die we dan moeten kopen voor minstens een miljard dan betalen? Ik geloof heel hard dat de soep niet zo heet gegeten zal worden als ze wordt opgediend. En je ziet zeker dat in heel die transitie die we doormaken, dat we daar nog maar aan het begin staan van een paar heel innovatieve stappen, waardoor dat die transitie mogelijk sneller kan gaan. Maar dus dat u denkt dat we toch die 47% kunnen halen dan als België? Dat zijn zaken die geleidelijk aan moeten opgevolgd worden. Ik denk dat wij er vooral moeten voor zorgen dat we iedereen meekrijgen in dat transitieverhaal. Dat we daar niemand achterlaten en dat we zeker geen sociale gevolgen creëren die ervoor zorgen dat er inderdaad
inderdaad mensen eerder negatieve effecten gaan van krijgen. En dat is de grote uitdaging. Nochtans, uw coalitiepartner Open VLD, Bart Somers, zegt van wij zagen nog wel mogelijkheden om de ambities toch iets hoger te leggen. Want het is natuurlijk nu dat je het moet doen. In 2030 is het te laat en is die klimaatverandering al veel te ver gevorderd om nog echt verschil te kunnen maken. Kom, ik denk dat wij dan een beetje meer bezorgd waren over het ondernemerschap in Vlaanderen, over die welvaart die we moeten behouden. En dat we geleidelijk aan die transitie moeten maken, daar zijn we allemaal van overtuigd. Maar het hangt er vanaf in welke stappen dat je dat precies gaat doen. Ik denk dat we daarvoor een heel evenwichtig plan hebben en vooral een plan dat ook is doorgerekend, waardoor dat we met die maatregelen effectief ook die 40% vermindering kunnen halen. Dus geen sprake van dat Vlaanderen die ambitie toch nog zou verhogen, wat de andere regeringen wel vragen van Vlaanderen? Ik denk dat we moeten kijken naar al die zaken in evenwicht te houden. De sociale gevolgen, de gevolgen voor ondernemers en onze economie zijn de totaliteit voor de welvaart in Vlaanderen. En dat we dat moeten in de gaten houden om te kijken hoe dat verder loopt. Ja.